Als je dus naar de algemene maatschappij kijkt, mensen nemen meteen een pijnstiller. Er hmm. dus zijn mensen die gebruiken alcohol om te verdoven en Netflix om te verdoven. Dus we hebben allerlei patronen om onze pijn niet te voelen. Wauw. Ja. Dus, Eigenlijk is onze hele maatschappij misschien wel zo ingericht. Het is, dus. is pijnvermijdend, ja. 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 Het is geen groeimaatschappij. Het is, ja, wat is het dan? <laughs> ja. ja. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar VibeStalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, wel iets bewuster te kunnen maken en vooral een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Steun dan onze stichting en bouw met ons mee aan nieuwe media en aan een mooiere wereld. En vergeet natuurlijk niet je te abonneren op ons kanaal, dit, uh, deze video te liken en natuurlijk deze video ook te delen met al je vrienden en familie, want we hebben last van censuur, ja Jan. Ja. En we gaan vooral onze events ja. naar www.univers.nl. Dan ga ik naar mijn zeer bijzondere gast van vandaag. Wat fijn dat je bij ons op de bank bent, Jan Bomre. My pleasure. Ja, ja. Uh, maar ja, eigenlijk je bent woonachtig uh, eigenlijk in Californië. Dat klopt, ja. En uh, nu toch weer heel even terug. Ja. Uh, ja, je schrijven van uh, talloze bestsellers je rups leren vliegen. Ja, en mooi. Het, uh, ja. En, uh, en uh, je hebt een nieuwe training over jeugdtraumas, gaan ja, we zo meteen ik. ook over hebben. Ja, ja. Maar toch, hoe is het voor jou om weer uh, terug te zijn hier? Het is een andere energie. Laat, ja? ik, laat ik het zo samenvatten. Dat ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Ik voel toch wel een zekere rust om hier in een, in een natuurlijke omgeving te zijn. En niet zo, niet zo opgeklopt, denk ik, als in uh, Amerika. Mm -hmm. Ja. Is toch een andere energie. Ja, maar wat, 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 wat merk je dan toch? Dan als, je, als je daar bent, is het toch een. Ja, het is toch meer een, een uh, prestatiecultuur. En mm -hmm. uh, mensen zijn toch wel behoorlijk gespannen zo. Ja. ja zo die idee van Californië relaxed, dat uh, heb ik nog niet gezien eigenlijk. Nee, helemaal niet. <laughs> nee, nee, Want je mocht natuurlijk de laatste jaren hier niet naartoe reizen, denk ik. Nee, nee de... niet zonder voorwaarden. Laat nee, ja, laten we het zo maar zeggen. Ja, ja. Um, we gaan het zo meteen hebben over... Um, over je nieuwste cursus natuurlijk ook over jeugdtraumas... Ja. Uh, heel veel over te doen. Ik denk nu ook misschien wel in deze tijd. Heel veel jongeren hebben het ook uh, ja, heel ja. erg lastig. Absoluut, ja, ja. Maar ik vind het ook altijd e heel toch even uh, fijn om even met jou ook de diepte in te duiken. Hoe het allemaal gegaan is. Hoe jij op dit pad bent gekomen. Uh, ja. Was jij als kind al met dit soort zaken ook bezig? Of, of... Nou, niet op die manier. Nee, <laughs> nee, nee. <laughs> nee, maar ik heb wel altijd vragen gesteld. En ik was daardoor ook een lastig kind. Ja, ik. was je een lastig kind? Ja, ja zoals Erik die vragen stelt. Ik weet niet als Erik nog bekend is in de nieuwe generaties van Godfried Bomans. Mm -hmm. Erik. Nou ja, ik had wel neiging om altijd vragen te stellen zo. En uh, daar werd ik op school soms uh, op afgerekend dat ik lastig was. Ja, want stel vooral geen vragen nu, dus, zoals en, ja, dus, en dat is wel deel van mijn bestaan dat ik altijd wou weten hoe zitten dingen. Dus niet in de mechanische zin, maar hoe werkt het leven? Dat, dat is toch wel een lange... Zoektocht van mij geweest. Ja, is dat iets wat gewoon dan in jou, dus ook zit? Ik denk ook dat ook wel, een... de ja. Vanuit je ouders? Of, of de... nou, ja, er zijn zo persoonlijkheidstypes en, en missies die zo in je structuur zitten. En bij mij komt er altijd uit leraar en heler, dus dat, dat zit een beetje in mijn aanleg, denk ik. Ja, ja. het is wel bijzonder. Ik, ik, ik kom dus heel veel mensen tegen. En nu ook in deze tijd, die ook met dit soort thema's bezig zijn, of die kijken naar deze show, die dat dus ook al hadden als kind. Die altijd dus die vragen al durven ja, te stellen ja, dat heb op de al... scholen. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat, denk je, dat dat toch bij die mensen meer is? Dat ze vinden nee, ja, van denk, er klopt iets je... niet of zo. Ja, ik denk toch dat je geboren wordt met een bepaalde aanleg mm -hmm. en dat je dat niet kunt ontkennen. Dat als je vragen stelt, dat is gewoon wie je bent. Ja, Ja, ja en dat die, die nieuwsgierigheid toch ook van. Ja. Ik weet nog, een, een, dat komt nu bij me boven, dat was in de middelbare school, hadden we godsdienstles. En toen stelde ik vragen bij de onbevlekte ontvangenis. <laughs> of daar geen mensen kon tussen zitten. En ja, toen werd ik op de gang gezet. <laughs> ik krijg je strafwerk mee. <laughs> nou ja, dat viel wel mee, maar ik moest op de gang staan. Ja. Hé <laughs> hey Jan, en dan ontwikkel je je leven natuurlijk door en door. Dan ben je, ook eigenlijk, je bent op een gegeven moment ook eh, trainingen gaan doen in, 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 de, in de zakenwereld. Hoe, hoe is dat een beetje zo gegaan? Nou, het ging zo. Mijn, mijn eerste baan was bij een uh, voedingsbedrijf. En uh, mijn, mijn baas, die was een verkoopsdirecteur, ik zat in de verkoopsafdeling, die kreeg promotie tot marketingdirecteur. En die, die deed ook avondles voor ondernemers en verkopers. Dus en die vroeg: Wil jij dat van mij overnemen? Ik dacht: Nou ja, waarom niet? Dus ik, ik ging avondles geven en ik vond dat veel fijner dan mijn dagtaak. <laughs> <laughs> dus na een tijd uh, begon ik echt in die richting te denken. En op een bepaald moment kwam er een advertentie van een uh, internationaal opleidingsbedrijf. En je moest 30 zijn en ik was 28, <coughs> en ik dacht: ik ga het toch voor. <coughs> ja, mooi. Ja. ja en dus uiteindelijk uh, ben ik dan in dienst genomen in een uh, opleidingsbedrijf. En ja, de rest is history. Ik ben uh, sinds mijn 28e met opleiding bezig. Mooi. Ja. Ik las ook ergens uh, dat je dan uh, uh, je bent gefascineerd bent door mensen die hun stoutse droom ook waarmaken. Ja. Maar waar, waar, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt uit een boek wat ik gelezen heb in de tachtiger jaren van vorige eeuw. Dus ik ga er al een tijdje mee zoeken, als ja, je ziet. Ja, mooi. <laughs> uh, dus kreeg ik voor het eerst dat, dat boek van Napoleon Hill in handen en dat heette The Law of Success. Ja. Dus dat was zijn eerste werk, dat was een behoorlijk dik boek. En later is daar een meer bekend boek van gekomen, van Think and Grow Rich. Ja. Maar ik las dus die, dat boek van The Law of Success en dat ging eigenlijk allemaal over... Welke principes passen mensen toe die eigenlijk hun dromen realiseren? Dus dat, daar is een verhaal bij, maar dat ga ik nu even weglaten. Mm -hmm. Waardoor Napoleon heel uitgenodigd was door iemand om dat te onderzoeken. En dus dat, dat beviel mij heel erg om te gaan kijken naar universele principes, die eigenlijk sommige mensen intuïtief doen, maar dat, dat je dat ook kunt overdragen aan mensen. Wat, wat zijn eigenlijk principes die helpen om, ja, om je potentieel te ontplooien? Ja. Dus zo lang ben ik daar al mee bezig. Maar dat heeft echt toen mijn leven erg veranderd om, om te gaan denken in universele principes. Ja, echt dus vanuit je mindset en de dingen naar je toe halen. Dat ja, die maar ook dat de natuur een organiserend systeem is wat principes bevat. Ja. Dus zoals verbinding bijvoorbeeld is een natuurprincipe. Wij zijn geboren om te verbinden. Dus als je niet kunt verbinden, word je ziek en ongelukkig. Dus als je tegen principes ingaat, gaat het niet goed. En mensen weten vaak niet waarom het niet goed gaat, omdat ze de principes niet kennen. Ja. Dus een deel van mijn opleiding is lange tijd geweest om die, die principes ook te, te verspreiden. Ja, maar wat, wat gaf je dan misschien in het kort toch, toch een paar tips misschien aan de mensen toch mee? Wat, wat zijn ja, er vooral? Nou ja, een heel principes? bekend voorbeeld is dat, dat energie aandacht volgt. Dus waar je op focust, daar breng je energie naartoe. Dus als je altijd maar focust op problemen, krijg je meer problemen om, om het even kort samen te vatten. Ja. Maar dus om. Dat te veranderen moet je leren focussen op mogelijkheden, maar die bestaan nog niet. Dus je moet leren omgaan met het onbekende. Als je met die principes werkt, dan kun je eigenlijk dingen doen die, die niet meteen uit de omgeving blijken. Dus dat, dat je weet, er is een potentieel. Vandaar ook mijn boek Kun je RUPS leren vliegen? Er zit een vlinder in ons. Ja. Dus waar, een van mijn vragen is altijd geweest: waarom zijn zoveel mensen. De hele, een hele leven eigenlijk in de rup staat. Ze Mooi. komen niet bij die vrienden. Dus dat leren omgaan met het onbekende, dan moet je dus ook angsten overwinnen. Dus vandaar ben ik ook in het hele onderwerp van emoties en, en emotionele remmingen zo terecht gekomen. Dus mijn vraag was: hoe kom je in flow, maar ook hoe val je uit flow en kun je dan terugkomen uit flow? Ja. En zo ben ik dus ook bij trauma gekomen, dat dat wel de meeste oorzaak is waarom mensen er niet meer uit geraken. Nee, maar wat, 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 wat is dat dan, Jan? Want ik vind het ook wel interessant ook, ook op mezelf, om dat het ook weer persoonlijk te maken. Want jij zegt dus ook: er is, ieder mens heeft, een, heeft, een, heeft het potentieel ja. om een vlinder te worden, laat ik het zo ja. maar zeggen. Ja. Wat zijn dan toch volgens jou dan inderdaad um, van die omstandigheden, van die zelfsabotages wellicht? ...dat we toch in die rupstand blijven staan. Ja, er is een, in belangrijke mate is dat cultureel bepaald. Je leeft in een omgeving die eigenlijk niet gebouwd is... ...om je ziel te laten ontplooien, maar om in het systeem te passen. Dus je wordt eigenlijk van kind af aan eigenlijk opgeleid om in het systeem te stappen... ...en een productiemiddel te zijn, om het even heel zwart-wit te zeggen. Ik ook weer terug misschien naar die scholing ook al, waar je het over had... ...waar je ja. vragen durft te stellen. Ja, 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 dus als je teruggaat, het onderwijssysteem... Is in veel gevallen nog het industriële systeem waar je opgeleid wordt om een baan te nemen. Dus dat is gelukkig in veel gevallen nu al aan het veranderen. Dus dat, daar ben ik wel optimistisch over. Ja. Maar eigenlijk was, was dat de basis van het, van het onderwijs, is dat je opgeleid werd om een baan te doen. Niet dat je opgeleid werd om jezelf te vinden en om je, ja, om je potentieel te ontwikkelen. Ja. Ik heb gisteren nog gesproken met iemand die ook weer iemand kende die in Den Haag had voorgesteld om ook. Onderwijs te richten op ontplooiing van potentieel, nou, dat werd afgeschoten daar was geen ruimte voor. Echt hè? Ja, echt, echt gebeurd. Ja. Dit, dit, dit is al dus al voorgesteld. Ja, iemand die daar een boek over geschreven heeft, over, over ja, dat we eigenlijk allemaal een potentieel hebben en dat het in het onderwijs niet echt wordt uitvergroot nee. en opgericht en zo. Maar nee, het systeem is toch wel meer economisch gericht. Hé hey Jan, en, 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 en toch ook die, die ondernemers die dus misschien dan, uh, uh, want ik vind het zelf ook heel erg uh, boeiend in misschien je eigen sabotages tegen te komen. Hoe kun je dan, dan toch daar meer dus ook in die flow komen? Dat is een hele grote vraag hoor, die je nu stelt. Ja, maar toch, ik <laughs> Heb een paar boeken overgeschreven? Ik dacht, ik dacht, ik, <laughs> ja, maar ik dacht, ik ga hem toch benoemen, want je zit nu bij me op de bank, dus ik kan nu stellen ja, aan je. <laughs> ja, ja, dat klopt, ja. Nou ja, ik, ik denk dat het sleutelelement zelfobservatie is. Ja. Dus dat je, je patronen zijn onbewust tot je ernaar kijkt. En dus uh, leren kijken naar hoe je functioneert en weten dat je niet je patronen bent, dat is stap één. Dus ik heb een van mijn leraars is, is uh, Gurdjieff, een, een uh, Russische leraar. Die zegt er is eigenlijk geen substituut voor zo zelfobservatie. Je kan duizend boeken lezen. Als je niet leert kijken naar jezelf. heb je aan die boeken niet meteen veel om je leven te veranderen. Het begint met bewust worden van hoe je nu functioneert. Ja. En wij functioneren dus voor meer dan 90% op automatismen. Ja. Dus dat wow. beetje bewustzijn wat we hebben. is eigenlijk om die automatismen bewust te worden. en de energie te transformeren. Maar als je daar geen. Geen hulp en geen gidsing bij krijgt, ben je daar meestal zelfs niet eens van bewust dat je in patronen werkt. Nee, dus dan blijven we ons hele leven eigenlijk in die automatismen zitten. Ja, en, en die automatismen zijn voor een deel collectief, maar natuurlijk ook hoe je opgegroeid bent, of als er een religieuze opvoeding was of niet, hoe je ouders waren. Uh, allerlei omstandigheden die ervoor zorgen dat je bepaalde patronen ontwikkelt, defensieve patronen heel vaak. Ja. En waardoor je dus eigenlijk defensief leeft in plaats van creatief. En hoe zouden we dus toch naar, inderdaad dus naar die patronen kunnen kijken. En, en daarmee dan ook echt aan de slag gaan? Of hoe, hoe, wat? Ja, onderwijs is daar een pad voor. Maar natuurlijk ook bewuste ouders gaan anders met hun kinderen om. Mm -hmm. En dus ik denk, het is makkelijk om kinderen te maken, maar ze opvoeden is een heel ander onderwerp. En dat je dus vaak als ouder ook maar je best doet, maar als je zelf getraumatiseerd bent, heb je neiging om een aantal dingen ook aan je kinderen door te geven. Waar je uiteindelijk later ja, jezelf moet voorvergeven. Ik denk dat niemand een perfecte jeugd gehad heeft. En dat vorige generaties waren op andere manieren getraumatiseerd dan, dan nu. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En hun ouders de Eerste Wereldoorlog. Dus je hebt al een hele, een hele erfenis mee van mensen die, die ook defensief leven... En, Bijvoorbeeld dat je je bord moet leeg eten, dat kwam uit de oorlog. Dus als je geen honger meer had, moest je toch opeten, want voedsel kon je niet verspillen. Dus zo zie je dat allerlei van die patronen ontstaan. die je in je, in je jeugd al meekrijgt, ook van je ouders en je voorouders. Dus die patronen, ja, er zijn duizenden vormen van patronen. En één vorm daarvan zijn dus de, de, de traumatische patronen. die je ook geleerd hebt om te functioneren vanuit zelfbescherming. Ja. Ja. En als je dan toch kijkt naar die, uh, je, je, je zegt net ook mooi van nou, het is dus hey, onze eigen zelfobservatie, is kijken en, en dan zie je dus die aantal patronen van jezelf of je zelfsabotage programma's. Hè? Ja, ja. Ik, ik herken ze ook. Ja. Um, hoe, hoe, ja, hoe kun je dan daarmee gaan dealen? Hoe kun je die gaan oplossen? Ja, ja ik denk dat het altijd zo is dat mensen die echt geïnteresseerd zijn in zelfontplooiing, die gaan ook aan zelfstudie doen. Dus is, als je wacht op het systeem, dan kun je blijven wachten. Dus ik denk dat er ook een aantal mensen zijn die kijken, die, die horen wat ik nu zeg, van dat ze eigenlijk al een tijd daarmee bezig zijn, omdat ze dat zelf willen uitzoeken. Dus als je wat leest over patronen, kun je dingen zien die je daarvoor niet kon zien. Dus er is een hele educatieve fase bij, dat je dingen leert over hoe patronen ontstaan, welk soort archetypische patronen er bijvoorbeeld zijn, waardoor je weet dat dat allemaal niet zo persoonlijk is. En. Als je informatie hebt, kun je, kun je kijken naar dingen die je anders niet zou zien. Dus ik, ik denk dat het altijd begint met je eigen interesse om daar dingen over te leren. En ook ja, bijvoorbeeld een coach te nemen. Als, je, als ondernemer is dat geen luxe om ook een coach te hebben. Nee. Dus vroeger was dat zo van als je een therapeut hebt, dan ben je gek. Ja. Uh, dus dat is allemaal toch wel veel minder geladen nu, dat, je, dat, je, dat het gewoon oké okay is om een coach te hebben. Ja. ja om dus die automatisme zo, want ik zit ook over na te denken, die, die, die heb ik dan ook wel, en dan komt ze ook wel eens tegen, dan denk ik, ah daar is hij weer. Ja. Om die ook, te, want dat zijn dus eigenlijk allemaal programma's in ons hersenen. Ja. Hè, als ik het zo een beetje goed begrijp, die dus ja. al door onze hele jeugd en omgeving en cultuur ja. geprogrammeerd worden. Ja. Maar die zouden we dus ook een soort van kunnen herschrijven. Ja, een soort herprogrammeren. Ja. Dus ik ik denk als als mensen denken van welk boek moet ik dan lezen, eentje wat ...heel veel verschil kan maken, is The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Heb, heb je dat gelezen? Nee, nee. Nou, dat is echt een aanrader. Oké. Okay. Dus, want het systeem gaat zo dat Covey zegt, je moet je niet richten op wat je niet meer wil. Je moet je richten op wat je wel wil. Mooi. En hij geeft dus zeven, zeven gewoontes die gebaseerd zijn op universele principes. Dus wie wil ik worden, is iets heel anders dan wie wil ik niet meer zijn. Mooi. Ja, en er is dus een, een principe van Jung, wat vrij bekend is: what you resist, persist. Mm -hmm. Dus als je vecht met je gewoontes die niet goed zijn, worden ze sterker. Dus het is meer de vraag van wie wil ik zijn. En, en daar zegt COVID dus: je moet dus een eigen waardesysteem ontwikkelen. Want om te weten waar je nee moet tegen zeggen, moet je eerst weten waar je ja tegen zegt. En bij de meeste mensen is dat totaal onduidelijk. Maar waar zeg je eigenlijk ja tegen? En dan weet je dus ook niet waar je nee moet tegen zeggen. Dus je wordt geleefd. Ja, kort samenvatten. Maar dus eigenlijk ja. zit je dan, nou, nou, je moet eigenlijk een soort een hele eigen uh, perceptie dus ook van jezelf gaan creëren. Ja. Want dan ga je dus ook die, ja. die universele krachten daarop reageren. Is dat dan ook een beetje wat dan? Nou, laat het ik het zo zeggen. Je, er zijn veel mensen die willen weten wie ben ik, maar dat kun je dus nooit weten, want wij zijn iets wat niet in woorden te vatten is. Maar je kunt wel de vraag stellen wie wil ik zijn? En dat is een creatieproces. Dus wij scheppen onszelf. Of we zijn het product van onze conditionering. Ja, van onze omgeving. Ja. Dus in jezelf scheppen zorgt ervoor dat die conditioneringen aan kracht verliezen. In plaats van er tegen te vechten, kan ik zeggen wie wil ik zijn. En COVID geeft daar een aantal mooie voorbeelden van, van hoe je dat kunt doen. Eén vraag die je kunt stellen is, wat wil ik aan het eind van mijn leven kunnen zeggen over mijn leven? Mooi. Dus een van die principes is begin with the end in mind. Dus als je achterwaarts redeneert, kun je zien, als ik op het eind van mijn leven wil kunnen een aantal dingen zeggen, dan moet ik ze nu waarmaken. Ja, dat is wel een hele krachtige tool. Dat is een hele krachtige tool. En hier is een andere. Wat zou ik willen dat mijn kinderen over mij zeggen als ik er niet meer ben? Mooi. Wat zou ik willen dat mijn vrienden over mij zeggen als ik er niet meer ben? En zo kom je dus bij je waardensysteem terecht. En wat Covey zegt is, als die waarden in lijn zijn met universele principes, dan gaat het universum voor je werken. Want die universele principes zijn de software van het universum. Zoals bijvoorbeeld respect. Dat is een heel makkelijk principe. Als we alleen dat principe zouden toepassen, transformeert de hele maatschappij. Dat wow. is hoe krachtig principes zijn. Wow. Wauw. Ja. En wat voor maatschappij zou je dan kunnen creëren? Nou ja, een respectvolle, liefdevolle maatschappij in ja. plaats van een angstmaatschappij. Dus ik hoef het aan jou niet uit te leggen dat er een maatschappij is die op angst gebaseerd is om mensen braaf te houden. Ja. Het is misschien stad dat ik dat zeg, maar het is nee, wel. Nee, ik me. hou er wel van. Nou <laughs> ja. ja, het is ook een beetje waarom wij natuurlijk deze shows hebben begonnen. En ook ja. dit, dit, dit platform hebben begonnen. Om, en ik zeg het ook in de aankondiging: een positief oplaadstation. Ja. Om mensen te hopelijk te kunnen inspireren. En hun mindset eigenlijk een beetje zo. Ja, ja. Maar nou, ik dan denk dat we dan hier al een mooi punt hebben voor, voor de kijkers: is: van wie wil ik eigenlijk zijn? In plaats van wie ben ik geworden. Ja. Moeilijk eigenlijk zijn. Omdat je dan ook vanuit... Het voelt dan ook een beetje inderdaad... anders blijf je misschien ook een beetje in het slachtofferschap zitten. Ja, ja. Van, van dit is mij overkomen en daarom ja. ben ik dit. Ja. Terwijl ik vind het heel, heel, heel mooi wat je zegt. Ja. Wie wil ik eigenlijk zijn? Dan ga je echt meer in, in je eigen creatieproces beginnen. Ja, ja. En nog, nog, nog even op COVID terugkomen. Je hebt dus reactief gedrag. betekent dat je patronen baas zijn. En een van de dingen die Covey vertelt is: tussen stimulus en respons is een ruimte. En in die ruimte ligt onze vrijheid. Dus als die ruimte klein is, heb je een stimulus en meteen worden je patronen getriggerd. Dus je moet eigenlijk leren poseren tussen de stimulus en de respons. Vandaar dat je ook innerlijke stilte dient te creëren. Zodanig dat je patronen niet meteen in actie schieten als ja. er een prikkel is. Dus dat hele verhaal van innerlijk stil worden. Is een van de belangrijkste zaken die je voor jezelf kunt doen. Want die patronen zijn er nog altijd. Maar je kunt ze zien ontstaan terwijl ze ontstaan. In plaats mooi. dat ze jou overnemen. Ja. Dus wat Covey zegt, als, je, als die ruimte te klein is, ben je geïdentificeerd met je patroon. Je ziet niet eens dat ze boven komen. Ja, je denkt mooi. dat jij dat bent. Ja, ja, ja. Dus je dient die ruimte te vergroten tussen stimulus en respons. Ja, dat je, dat je de, eigenlijk je patroon al ziet aankomen, ja. van hé, hey, dit is mijn trigger. Ja, en dat je dus je boosheid voelt komen voor je boos gaat spreken. Ja, 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 ja wauw. Ja. En dus later heb ik daar nog dingen over geleerd in de traumawereld, uh, die dus uitleggen hoe je eigenlijk rustig kunt blijven in relaties, in plaats van meteen in je, in je reactiviteit te schieten. En Kofi noemt dat proactiviteit. Dus dat je in plaats van reactief te zijn, proactief kunt worden. Door die ruimte te vergroten, maar ook door te, te kijken naar waar wil ik dan naartoe... In plaats van dat je verleden blijft bepalen wat je doet. Mooi. Ja. En toch om die stilte te creëren, Jan, wat, 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 wat geeft Kovi dan mee? Wat, wat is dan, hoe kunnen we dat inderdaad dat zien aankomen en denken, hé, hey, daar, daar is weer mijn trigger of mijn lading ja. of mijn... Ja. Nou ja, dat trauma. vind ik dus een gebrek aan het boek van Kovi. Maar je kunt natuurlijk niet anders alles doen. Dat je daar dus niet echt op ingaat. Maar dan ga je dat dan zelf zoeken. Hoe kan ik die ruimte weer vergroten? Ja, wat, en, wat en dat jouw... is bijvoorbeeld meditatie. ja uh, en meditatie in de zin van vooral lichaamsgerichte meditatie. Dat je dus bewust wordt van je lijf en dat je uit je hoofd gaat. Dus als je rondom jezelf kijkt, zie je dat heel veel mensen in hun hoofd leven. Ja. Ja. Dus ja. wat heel weinig mensen eigenlijk beseffen, is om spiritueler te worden, moet je meer belichaamd zijn. Mooi. En mensen die dus in die wereld leven, weg van de wereld. Ja. Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Want dit is, dit is wel iets inderdaad wat, wat ik ook wel steeds meer tegenkom. Mensen die dan heel erg in de spiritualiteit. Ik had hier toevallig afgelopen week nog een gesprek over met een vriend van mij die ook heel veel op spiritueel vlak doet. En ook echt een trainercoach, healing coach is. Maar die zei ook. Mensen schat, die doen zo over spiritualiteit, er is een grote groep, ja. oh liefde en licht. Ja, Terwijl ja. hij ook zegt: het leven is rouw. Ja. Het, zit in je, het zit in je donkerste, het ja. zit in je daar aan werken. Ja. In plaats van, inderdaad, zie je dat dan ook? Ja, ja. Een positieve realist noemt mijn zoon dat. <laughs> ja, ja. Een positieve realist, ja je kan niet wegkijken van de schaduw en ook niet van je eigen schaduw. Nee. Het licht woont in de duisternis. Zo staat in de Bijbel. <laughs> Mooi. Ja. Ja, dus en zou je dat dan ook inderdaad dus willen meegeven dat soort mensen die dus alleen maar. Ja, schaduwwerk is, is transformatiewerk. Je transformeert niet het licht. Je gebruikt het licht om de schaduw te transformeren. En Gooi. dus die schaduw, dat, dat is niet iets waar je schuldig moet overvoelen. Maar dat is dus al hele generaties die in je zitten. En een hele collectieve conditionering. Er is zoveel van die schaduw, die helemaal niks met jou persoonlijk te maken heeft. Maar dus naar binnen kijken en dieper en dieper in je lijf gaan, dat is wat symbolisch in de literatuur eigenlijk de afdaling in de hel is. De, de hel bestaat niet wat mij betreft, maar als je in je lichaam indaalt, wil je dus pijn. En daarom gaan we in ons hoofd leven, omdat we van die pijn willen wegblijven. Ja, dit vind ik een hele interessante inderdaad, Jan. Ja, want, ja. want we zijn natuurlijk ook pijnvermijdende wezens wellicht. Ja, ja dat is hoe onze hersenen werken. Ja. We willen geen pijn voelen. Nee, dus, ja. maar, maar, maar je zegt ook, en ik ben het helemaal eigenlijk denk ik met je eens, ook uh, voor mezelf. Hoe, hoe, mensen willen toch vluchten voor die pijn. Want het is misschien ja. zo wel te heftig. Of wow, we leven allemaal in een hectisch leven en dan wordt dit van ons verwacht. En oh, als ja. ik dus daar naartoe ga, wow, wat komt er dan los? Ja. Wat, weet je, hoe kunnen we dan toch daar... Is het dan toch dat we daar gewoon tijd en ruimte voor moeten maken? Of ja, ik, hoe, hoe, hoe ik kunnen denk we toch met dat... shit omgaan? Ja. Zeg. Ja, ja. De, het begint altijd met je eigen... Je eigen zoektocht, dat je daar interesse voor hebt. Als je dus naar de algemene maatschappij kijkt, mensen nemen meteen een pijnstiller. Er hmm. zijn mensen die gebruiken alcohol om te verdoven en Netflix om te verdoven. Dus we hebben allerlei patronen om onze pijn niet te voelen. Wauw. Wow. Ja. Dus, Eigenlijk is onze hele maatschappij misschien wel zo ingericht. Is, dus. is pijnvermijdend, ja. ja. Het is geen groeimaatschappij. Het is, ja, wat is het dan? <laughs> ja. 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 Om ons dus ook weg te houden, misschien wel bij. Ja. dus het, het hele punt is dat je dat niet te heftig moet doen, uh, die pijn op zoeken in jezelf, dat je dat met heel liefdevol moet doen en, en niet te snel willen gaan. En dat dat in lagen zit, en hoe dieper je gaat, hoe lastiger het wordt. Maar je creëert een container <coughs> waarin dingen kunnen bovenkomen. Dat is deel van, van hoe ik met trauma omga, dat is dat je die container moet bouwen, zodat dat dingen kunnen zichtbaar worden. Als die container maar zo klein is, kan er niet veel bovenkomen. Ja. Dus dat, dat, werk, dat innerlijke werk is eigenlijk ruimte creëren in jezelf. Waardoor, waardoor dingen kunnen in je bewustzijn komen. En dat is natuurlijk een heel onderwerp op zich, weer. Elke zin kunnen we een heel, heel, ja, heel hierop doorgaan. Ja, geweldig. Ja, ja. Maar ik vind het toch interessant, inderdaad. Want wat zou je dan. Wat, wat voor veranderingen vinden er dan plaats. als je toch daarmee aan de slag gaat met die pijn? Is het dan ook dat, dat daardoor dan je patronen verminderd raken? Of hoe moet ik dat dan zien? Wat De ja, pijn is wat je beperkt. Als je ervan blijft, uh, Er is een principe van feel it to heal it. Uh, dus als je de als je dingen niet kunt voelen. kun je er ook geen transformatieprocessen mee, mee, mee maken. Dus. Wat onbewust is, kun je niet transformeren. En om bewust te worden, moet, moet je dus bereid zijn om je ongemakkelijk te voelen. Ja, ja, dat is een mooie. Dus het leven begint buiten je comfortzone, als het ware. Ja? En binnen de comfortzone kun je niet transformeren. Dus vandaar dat jongelt zegt: je mag niemand zijn problemen afnemen, want dan uh, die hebben ze nodig om, om je potentieel uit te dagen, moet je uitgedaagd worden. Ja, en binnen je comfortzone, ja, blijf, blijf je gewoon in rondjes draaien. Ja. Dus dingen aangaan, maar ook niet te snel willen gaan. En dat is waar ik vaak mensen zie fout gaan, is dat ze in één keer alles willen veranderen en dan loopt het weer vast. Dus als je Hoe onterecht... komt dat van Jan, waarom, waarom waarom loopt dan men dan toch vast? Omdat het dan te veel intens. Ja, als je, als je te hoog mikt dan kun je het nooit realiseren. Het is veel beter om, om geduldige kleine stapjes te zetten en een momentum te creëren. In flow. Ik toon dat zo. Dus de eerste stappen doen niet zoveel. Maar in combinatie zorgen ervoor dat je een keerpunt bereikt, waardoor je dan begint sneller te groeien. Maar je moet door dat lange aanloopproces willen gaan. Mm. En dus, geduld met jezelf is een hele belangrijke gave. En ook een van de principes, universele principes. De natuur is geduldig. Wij zijn gehaast. Ja. Maar als je er kijkt, het universum heeft eeuwig tijd. Ja, mooi. Ja. Ja. Toch ook wel je Jan, hangen <�leen> <l Blair Navteri> inderdaad. ik heb dat euh, laatste, uh, laatste tijd steeds vaker. Hoe ik ook dus naar alcohol kijk, dat dat ook zo genormaliseerd is in onze maatschappij. Ja. Ja. Maar dat het eigenlijk, wat jij ook dan inderdaad zegt, en ik zie dat ook wel om me heen. Ja. Uh, 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 eigenlijk dus een pijnvermijdende. Ja. En als je kijkt hoe dat geconditioneerd wordt, ik, ik, ik kijk dus ook naar, naar een serie op televisie en naar films, hoe constant alcohol bovengehaald wordt, dat wordt dus echt geprogrammeerd. Dat dat heel normaal is. Je ziet in de Amerikaanse series, zie je gewoon mensen op kantoor een fles uit, uit, uit de laden halen. Whisky pakken. En ze uh... en zit gewoon, altijd, mensen komen thuis en er wordt alcohol geschonken. Dus dat zit gewoon, in de hele media zit dat, zit dat verwerkt. Dat het normaal is om te drinken. En, en alcohol is een vasodilettant, heet dat? Alcohol ver, verwijt de aderen. Dus als je niet te veel drinkt, opent dat een beetje je aderen. Maar als je te veel drinkt, krijg je dan een tegeneffect. Maar dus het gevoel dat je eigenlijk ontspant door een beetje alcohol. dat is ook een soort opluchting eigenlijk. Dat mensen een soort stress van zich af voelen ja. als je dus een klein beetje drinkt. Begint je soort... energie meer te stromen. Ja, maar eigenlijk is het een soort drug, dus ook. Om... Ja, en, en alles met water zeggen we dan. Hè? Ja. Dus af en toe glas drinken, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar als dat een, een, een verdovingsmiddel wordt, nou, is dat natuurlijk heel wat anders. Maar als je, als je toch ook naar die uh, normalisering kijkt vanuit ja. media, ja. zie je dan, dat, dat, dat dan daar ook achter dat daar een soort bewustheid in. Ja, absoluut. Daar ben ik absoluut van overtuigd. dat Er zijn bedrijven die films sponsoren. Dus het is niet per toeval dat iemand een, een held met een Mercedes rijdt, daar wordt voor betaald. En als er een fles op tafel komt met een bepaalde drank, daar wordt voor betaald. Ja. Dus de corporate media en de, en, de, en de filmwereld, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Dus ja. er, er worden hele budgetten van sponsors aan films toegevoegd. Ja. Er is geen twijfel over. Maar kan het ook zijn om, om, om mensen om het zo te normaliseren, alcohol, dat, wij, um, he, dat het ons dus ook weghoudt bij onze potentie? Ja, absoluut. We zijn een maatschappij die anti-ziel is. Daar heb ik dus geen twijfel over. Ja. ja. Wauw. Ja. ja, wat Krishnamurti zegt, hè, hebben, de crisis is een bewustzijnscrisis. En wanneer mensen bewust worden, beginnen ze ook vragen te stellen. Ja. ja, dat wil ons niet. Nee. <laughs> zie je dan ook inderdaad dat we dus nu in, 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 in zo'n tijd leven dat, dat er steeds meer mensen zoals jij en misschien ook ik dit soort vragen dus gaan stellen? Zie je, zie ja. je dat? Nu komen op, glad ijs. Ja, nee, ik vind het wel leuk. <laughs> ja, als we maar niet door het ijs zakken. Nee, ja, daar ben ik van overtuigd, dat er een soort mind control is. Daar, uh, daar kunnen we een andere uitzending aan wijden. Ja, ja. Maar je ziet wel dat ook steeds meer mensen ja. uh, hun bewustzijn dus ja, wel vervroogd absoluut. wordt. Ja. het ah, ja, positief. Uh... Dat is een van de pluskanten van sociale media, dat er toch steeds meer mensen een, pl een platform krijgen om, om dit soort onderwerpen te behandelen. Ja. En dat er steeds meer mensen ook dit soort vragen stellen van, van is Netflix... Ook alleen maar positief, weet je wel. De, uh, ja, binge watching is een vorm van, van verdoving. Ja. Om, uh, omdat het ons zeg maar weghoudt bij onze uh, klote gevoelens om daar naar te kijken. Ja, het houdt je weg van de pijn. En het houdt je uit je leven. Dus als je je aandacht naar buiten richt, uh, richt je hem niet naar binnen. Uh, dus ja, je, mo mooi. Je, je moet ja. naar binnen gaan om, om te voelen wat daar zit. En wat wij wegstoppen gaat niet naar een abstracte dimensie, dat zit in je lijf. En waar zit het dan in je lijf? Dat zijn dan heel interessante vragen. Het zit in je zenuwstelsel, maar het zit ook in, je, in, in al je weefsels, in je fascia. Daar, daar zit dus een, heel, een hele opslag van informatie. En, en in de mate dat jij innerlijk je veiliger voelt. Kunnen dingen zich tonen en, en kan je innerlijke wereld zich openen? Maar het begint met veiligheid. En we leven dus in een wereld waar mensen zich standaard onveilig voelen. En in relaties zijn mensen vaak onveilig. Ik kan mij openen naar jou als ik mij veilig voel. Maar als ik me niet veilig voel, dan laat ik het achterste van de tong niet zien. Nee, precies. Ja. Hey Jan, ik hoop dat je je veilig voelt trouwens, ook, nu jullie op de bank. Maar um, kan ik dan ook zo schetsen dat. dat als ik het zo, zo naar, naar, naar de maatschappij kijk, dat eigenlijk onze hele maatschappij bijna is ingericht met, af, met afleiding. Ja. Om ons dus weg te houden. Het is bij... een industrie. <laughs> Afleidingsmanoeuvres. <laughs> ja, absoluut. Wauw. Ja. Wow. ja. Bijzonder. Ja, heb, je maar, na, uh, heb je nog gehoord van het Tavistock Instituut? Nee, ja, even dat vertel. Ja, nou, dat is dus het, het basisinstituut voor sociale programmering. En Daar gaan dus veel, veel beleidsvoerders gaan naar opleiding volgen. Want dat mag je allemaal niet te luid zeggen, dat soort dingen. Ja. Ja, nu beginnen we dus. Ja. Het ijs begint te kraken. Ja. Ja. Nee, maar wel, ik, ik vind het uh. gewoon zo interessant om er op deze manier te. Uh, naar te gaan kijken, omdat, omdat voor mij ook zelf, laat ik het op mezelf ook hou, dat je dus steeds meer in gaat zien. Dus dat wij, dat, dat onze hele maatschappij, onze hele wereld zo is ingericht dat, dat het ons continu weghaalt ja. bij onszelf, bij onze ziel, bij onze ja, ja. potentie. Omdat, ik, ik, ja. ik ben ook heel eerlijk naar mezelf. Ik, 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 ik ken heel veel dingen die je zegt, omdat je dan denkt, oh, ik kijk lekker even een serietje, of ik kijk sport. Dat ja. is toch een soort weghouden bij dus. Ja, ja het wat, hoeft niet zo te zijn. Nee, maar, ja. going, maar soms ja. kan het natuurlijk ja. wel zo zijn. Als je ook tijd neemt om naar binnen te gaan, is er niks fout met een voetbalmeisje kijken. Nee, precies. <laughs> exact. Dat wil duidelijk maken. Alles in balans. Ja. Alles in balans, ja. Maar dus tijd maken voor jezelf en om naar binnen te gaan, daar moet je voor kiezen. Want dat wordt niet en Tijd vanuit... heb je nooit. Tijd, tijd moet je maken. Ja, ja dus want dat, dat is... krijgen we niet echt mee vanuit nee. onze maatschappij om, om inderdaad dus die ruimte nee. te maken voor je. Mijn geld. eerste acht jaar als professionele opleider is time management geweest. En dat heeft ook mij erg geholpen, want ik, ik doseer de dingen die ik zelf moet leren. Dus dat, uh, je, je studeert het omdat je er een passie voor hebt en dan kun je delen wat je ontdekt hebt. En, en dus... Dat is een van de dingen die ik al heel vroeg geleerd heb. Je hebt nooit tijd. Je moet tijd maken. En daarom moet je dus weten, wat wil ik eigenlijk? En wat is echt belangrijk in mijn leven? Dan, dan maak je daar tijd voor. Anders wordt je agenda altijd opgevuld. Ja, en dan drijf je weg eigenlijk bij, bij je ja. eigen potentie. Ja. Ja. Dus je hele to-do-lijst zit altijd vol. Dus op een bepaald moment moet je zeggen, wat wil ik vandaag zeker voor mezelf doen? Ik heb ooit met, met iemand gepraat die, die uh, was een jonge ondernemer en die was plots wereldberoemd. Het is een heel verhaal en ik, ik was heel benieuwd omdat ik met die studie bezig was van wat doen mensen dan die zo plots een heel bedrijf oprichten vanuit, vanuit het niets. En ik vroeg of ik hem kon zien en ik ging naar zijn huis en uh, dat was een Belgische uh, jongeman en die had een flipoverbord in zijn woonkamer staan en hij zegt ik zet daar elke dag drie dingen op. En elke dag moet ik die drie dingen gedaan hebben, anders word ik opgevreten door, door de wereld. Wow. Elke dag drie dingen, en als ik er minstens twee van gedaan heb, dan is mijn dag goed. Maar als ik die drie niet in het oog hou, dan word ik geleefd. Dus en dat vond ik duidelijk... een geweldige les. Dus heel duidelijk je intenties neerzetten. Ja, en, en dan van dan... een paar dingen dat je, dat je weet, ik zet een stap in de juiste richting, ook al ben ik nog niet ver, ik heb vandaag een stap gezet. Ja, maar dat waren dus wel intenties echt dus die gericht waren... Op jezelf. Ja, en op wat echt, wat je wil worden en wat je wil neerzetten. Ja. Dat je daar elke dag iets voor doet, want anders word je constant door de problemen opgevreten. Wauw, ja. mooi. Dat neem ik mee Jan. Ja, ja COVID ja. maakt dat onderscheid tussen belangrijk en dringend. Hij zegt, dringend, neem belangrijk over als je niet oplet. Er is altijd wel iets wat je te doen hebt. En er is altijd iemand die je aandacht vraagt. Er is iets wat je aandacht vraagt. Dus wat is nu echt belangrijk in mijn leven? Daar moet ik dus mijn waardensysteem voor kennen. En mijn, wat is mijn missie? Wat is mijn, mijn visie? Dat zijn allemaal vraagstukken die je, die je voor jezelf moet oplossen. Maar best soms met wat begeleiding natuurlijk. Ja, ja. mooi. Ja. Mooi Jan. Waar ik nog heel benieuwd naar ook was. Hoe, hoe kijk jij, en dan komen we straks ook richting jou, uh, waar je nu mee bezig bent met jeugdtrauma's. Maar hoe, hoe kijk jij ook naar, naar, naar de wereld, naar de maatschappij met, met zoveel depressie? En, ook met, en, en, ook, en ik las ook vorige week een groot artikel met hoeveel jongeren er ja. op dit moment last hebben van depressies. En, en mentaal ja. Ja. zo ongelooflijk zwaar hebben. Ja, nou, ik word daar af en toe zelf heel triest van. Laat ik het zo zeggen. Ik, ja, ik heb af en toe al gehuild voor de wereld, want ik ben nogal een gevoelig iemand. En als, als je ziet wat er allemaal gebeurt met onze kinderen en met, ja, met de hele maatschappij. Word, ik word daar heel droevig over. En ik denk dat een kernpunt is, wat ook in de spirituele wereld altijd wel bekend is, dat mensen wegraken van wie ze echt zijn. Dus als je kijkt hoe wij ver, bijna ver, verteld worden de hele tijd dat je eigenlijk een hoop chemie bent. En dat je je, je, je hele leven moet veranderen door chemisch in te grijpen op een hoop chemie. Maar dat, die hele spirituele dimensie, dat verdwijnt steeds meer. Dus met wie kun je nog over de ziel praten? Hm. Je bent, je bent een, een, een chemisch organisme en, en je, je depressie is, is chemisch. Dus je hebt iets tekort in je hersenen. Dat is hoe het uitgelegd wordt. Ja. Dat, dat, dat je een stukje chemie ontbreekt. En dan neem je dus iets om die chemie te veranderen. Maar wat gebeurt er dan met je ziel? Nou, dat zijn behoorlijk heftige onderwerpen, hoor. Ja. Ja. En hoe, 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 hoe kijk jij daar dan naar? Wat, wat, wat wil je dan toch... Meegeven aan die mensen die er misschien daar nu ook euh, nou af ja, tegenaan lopen of last van hebben. Ja, nou, ik heb voor mezelf een regel: doe wat je kunt waar je bent met wat je hebt. Dus ik kan de wereld niet veranderen. Dan word ik dan word ik zelf te bedroefd van. Dus ik, ja. ik, ik, ik doe wat ik kan en ik bereik de mensen die willen horen, wat, ja. wat ik zeg. En er zijn ook mensen die het niet willen horen. En ja, daar heb ik al afgeleerd om, om, daar, om, om daar gesprekken mee te hebben. Want en wanneer iemand een stelling heeft ingenomen en die verdedigt die stelling. Dan... Dus de mensen die het willen, die kijken ook naar jouw programma. Ja, precies. En de mensen die het niet willen, kijken naar wat anders of kijken helemaal niet. Dus, dus ik ga ervan uit dat de mensen die het zoeken, dat het ook op hun pad komt. En, en in die zin geloof ik al heel lang dat de wereld zelforganiserend is. En als je, als je ruimte geeft aan het leven zoals het zich ontvouwt, dan komt op je pad wat je nodig hebt. Dus ik geloof echt dat je altijd krijgt wat je nodig hebt. Mooi. Ja, dat... Niet altijd wat je wenst. Nee, precies. Dus <laughs> een liedje van de Rolling Stones daarover. Ja, ja, <laughs> ja. Maar, maar daarom dus wel ook hm. inderdaad durven te vertrouwen of zo. Het ja. Ziet, wat... ja. de tegenpool van angst is vertrouwen. Dus in een maatschappij van angst hebben wij vertrouwen nodig in het leven. En je, je dient dus te geloven dat het leven een intelligent systeem is. Hm. Ik geloof dat tot in elke cel van mijn wezen. Dat het leven een intelligent systeem is. En die intelligentie kun je God noemen of wat anders. Ja. Maar als je niet gelooft in de intelligentie van het leven. dan heb je dat soort arrogante wetenschappers. die denken dat ze God moeten spelen. Nou ja, dat breekt me daar de werk niet over open. Nee. Dus, uh, het leven is een intelligent systeem. met een intelligentie die ons verstand te boven gaat. En daar wil ik op vertrouwen. Ja. En, 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 en hoe kijk je dan, naar, Jan, naar je eigen leven? Dan is dat inderdaad, omdat je dus daar dan zo op vertrouwt, dat je dan dus daar ook meer, meer rust in vindt? Dat je dan denkt, oké, okay, ja, het, het leven dus, wordt toch op een bepaalde manier... Ja, komen, dagelijks maar... de stilte opzoeken is een ontzettend belangrijke stap om, om in de wereld te kunnen overeind blijven. Die innerlijke wereld, die, die, die bestaat altijd... Uh, ik ben ook uh, iemand die veel naar Eckhart Tolle geluisterd heeft. En Eckart, ja. Eckhart Tolle zegt, uh, when you lose inner silence, you lose yourself. Hmm. In de stilte bestaat ons ware zelf. Ons ware zelf is woordeloos. Dus en het denken haalt ons daaruit. Maar in die stilte leeft onze ziel. En dus als je niet stil kunt worden, kun je ook, ook nooit je ziel ervaren. Dat is, uh, wow. ja. De ziel is woordeloos. Via je gevoelswereld kun je wel bij de ziel komen. Maar als je lichaam helemaal vast zit, is dat ook weer een probleem. Want Jong zegt ook: het, het lichaam is een expressie van de ziel. Dus als je lichaam helemaal getraumatiseerd is, heb je ook geen idee meer van waar zit mijn ziel dan. Wat is dat dan? Weet je? Maar het feit dat, dat je beseft dat de wereld van het potentieel de wereld van de stilte is, dat is een heel belangrijk inzicht. Uit de stilte reist de creativiteit op. Dus als ik naar binnen ga en ik word stil, kan ook inspiratie tot mij komen. Die inspiratie komt uit het stilteveld. Ja. ja niet uit mijn hersenen. Dat is allemaal oh, troep die, die ik absoluut niet meer wil verkondigen. Nee, nee. Dat, dat inspiratie komt niet uit je hersenen. Nee, dus nee. dat is eigenlijk... Is, is dit dan nou ook misschien wel inderdaad, toch Jan, het, het sleutelwoord? Dus die, dus die, stil, die, die stilte? Ja, absoluut. Het stilteveld is dat waar alles uit ontstaat. Ja. Nou, dus uit, uit de stilheid ontstaat beweging en uit de stilte ontstaat klank. Dus de bron is de stilte. Ja. Dan, ja. Daar krijg ik altijd weer kippenval van. Als ja, ik, dat zeg. ik vind het ook geweldig. En hij, ja. hij resoneert ook zo ontzettend bij mij. Maar ondertussen denk ik dan ook wel eens en kijk ik gewoon naar... Ik zie beelden voorbij komen van een drukke Zuidas in Amsterdam. En waar iedereen... Ja, 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 ja. Ziet er als door de stad heen fietst. En ja. hoe iedereen zo in hun hoofd, zo geprogrammeerd door het leven gaat. Ja. Zie je, als je ja, de innerlijke dat stilte dat... kunt meenemen, is dat allemaal niet erg. Nee, exact. Ik snap het. Maar anders ja. word je overspoeld door, door de heftigheid van het leven. Ja, en dus het is eigen... belangrijk om die innerlijke ruimte op te bouwen. Ja, en anders ja. leef je, je hele leven vanuit je hoofd en ja. word je erg ja. overspoeld. Ja. Met alles, ja. Wauw, stilte. Ja. Voor mij maakt dat het hele spirituele onderwerp praktisch. Ja. Het is niet abstract. Die stilte kun je in jezelf vinden. Dus ik heb dat vaak gedaan met groepen om mensen naar de stilte te brengen. Er waren mensen die huilden omdat ze dat nooit hadden meegemaakt. Om de stilte te vinden in zichzelf. Die, die wacht daar op ons. Het, het, het goddelijke, als je het zo wil noemen, is eindeloos geduldig. Wacht op ons. Wij zijn het die het verlaten zijn, mijn leraar. De Barry Long was mijn leraar, die zei... De liefde verlaat ons nooit, wij verlaten de liefde. En hetzelfde is waar dat die stilte is daar altijd. Je kan altijd stil worden en je wordt niet stil, je daalt in de stilte, want die stilte is daar altijd. En dat is een groot verschil. Als ik stil wil worden, dan, dan ben ik weer degene die het wil doen. Dus het is een kwestie van te openen en die stilte is daar. Dus het is indalen in jezelf. En dat is het proces waar we eigenlijk voor staan, om die stilte te vinden. Wat doe jij dan, Jan, om die, om die stilte op te zoeken? Ja, twee dingen vooral. Het is meditatie en ademhaling, maar ook het hele loslaatproces. Want als je getraumatiseerd bent, is het veel moeilijker om, om in te dalen in je lichaam. Dat zijn, dus dat, dat is de, de operationele kant van dat hele verhaal is dat je ook je, je, ja, je schaduw dient te helen. Ja. Dus ook, nou, ook, ook dat er, er steeds maar, meer ruimte is om, om, om die stilte te vinden. Maar je zegt ook is eh, uh, 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 loslaten. Is, is daar, ligt daar dan nog heel veel moeite op bij uh, mensen? Is dat iets? Ja en nee. Dus mensen denken dat loslaten moeilijk is. Omdat ze niet, niet het onderwerp uh, geleerd hebben. Dus het is, ik, het, ik vind het zo leuk om het woord nog eens uh, hier te leggen. Het heet loslaten. Ja, het is niet iets wat je doet. Dus loslaten kun je niet doen. Dus loslaten is toelaten. Het betekent dat de energie de, de ruimte moet krijgen om te bewegen. In plaats dat je ze naar beneden houdt, kan ze naar boven komen en stromen. Maar dan moet je dus bereid zijn om, om dat toe te laten. En, hmm. en daar niet te snel te willen gaan, want dan, ja, dan word je overweldigd. Dus beetje bij beetje lage afpellen, zoals een zoals, en Dat is het ja. werkt. En dan kom je steeds dichter bij uh... Steeds dieper en je hebt steeds meer innerlijke ruimte. En het wordt makkelijker en makkelijker om naar de stilte te gaan. En er zijn dus ook meer westerse trainingen voor. Dus de, 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 de Silva Mind Control, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Je kan dus alfa-training leren, waardoor je dus door symbolen heel snel naar de alfa-staat kunt gaan. Dus een, een, een breinstaat van ontspanning. Ja? Je kan dat dus ook trainen. Wauw. Ja, ja. Nog een keer, Jan, wat dat wat, wat was? Dat is Silver Mind Control. Okay, en dat ja, is dus ja. om, om, om te leren sneller naar de alfa-staat te gaan. Dus in hersenstaat, een beta is de actieve staat. En de meeste mensen leven hun hele leven in beta. Dus ja. altijd maar doen, 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 doen. Dus om in de zijn-staat te komen, moet je naar de alfa-staat gaan. Dus dan moet je hersenfrequenties vertragen naar 8 tot 14. Dat is de alfa-staat. Want wat gebeurt er in die alpha je Jan? Toch misschien kort voor de mensen thuis? Ja, als, dat, je, dat als je staat... hersenfrequentie vertraagt, dan kun je dieper in het lichaam komen. Anders zit je in je hoofd. Dus beta ja. houd je in je hoofd. Ja, ja? dus het is de, de sleutel is om weer verbinding te maken. Alpha is naar binnen gaan. Is ja. naar binnen gaan. Ja, ja. ja. En als je nog dieper gaat, dan kom je in de hartenergie terecht. En dat is dan een neutrale zone. Dat is dan meer de, de tijd Maar dat is ook weer. Elk onderwerp is een hele, een hele, ja, ja, is een hele, een hele uitzending. Het is een hele uitzending. Ja. Ja. Ontzettend, uh, ja. ontzettend boeiend. En, 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 ja. ja, ik zit dan ook steeds gewoon na te denken. Ik heb dan een zoontje van 3,5, hoe, hoe gaaf het al inderdaad al is om die jonge kids hiermee. Ja. Dit mee te geven. Ja. Ja, me en emotionele gaat... intelligentie. Dat is zo mooi hoe kinderen dat eigenlijk heel snel oppakken. Ja, ja ik heb kinderen uit mijn eerste huwelijk. Mijn oudste zoon is bijna vijftig, dus dan ben ik ook geen vijftig meer. En mijn, mijn jongste zoon van mijn tweede huwelijk, daar hebben we heel veel bewuster de opvoeding gedaan. Ja. En ik vond het dus zo ontzettend bemoedigend dat hij als kind al zei: You hurt my feelings. Wow. En dat hij dan zei op een bepaald moment, dad if you talk like this to me, I won't listen. Wow. Nou, dan was ik dan blij over de opvoeding. Ja. <laughs> Want wat, wat gaf je dan vooral mee? Nou, dat hij mag zijn gevoelens hebben. Ik heb ook veel geleerd van mijn studenten, vanuit de workshops. We waren daar een keer over bezig in een, in een workshop, over, over dat kinderen mogen boos zijn. Hmm. En er was een moeder, ik ga dat nooit vergeten, die zei mijn kinderen mogen boos zijn, maar ze mogen niet met de deur gooien. En dat vond ik een geweldige samenvatting. Want je mag boos zijn, maar die boosheid moet niet bepalen dat je tegen mij gaat schreeuwen. Maar je mag wel boos zijn, het is oké okay om boos te zijn. Nou dat heb ik toch wel vrij snel kunnen meegeven dan meer aan mijn jongste, want ik was zelf veel te onbewust als, als jonge ouder in mijn eerste huwelijk. Maar dat, je, dat het oké okay is om, dat emoties een menselijk iets zijn. Die horen bij het overlevingsprogramma. Want wat gebeurt er dan, Jan, als wij dus niet die emoties toelaten? Want we leven ook wel een beetje in een maatschappij. Oh, die emoties. En zeker ook ja. vanuit vorige generaties. Ik zie dat ook wel om me heen. En gelukkig, heb ja. ik heb een moeder inderdaad gehad die zei, het mag er wel zijn. Maar als ik ook om me heen kijk, ja. andere vrienden of vriendinnen. Ja. Nou, uh, emoties, niet, uh, niet janken. Ja, ja dat, dat, soort, dat zijn culturele systemen. Maar er zit ook een heel opleidingsonderwerp bij, wat, wat veel te weinig gebeurt, en dat is het onderwerp assertiviteit, is dat je leert op een constructieve manier je emoties te uiten. Je, bijna niemand leert dat. Dus dat je niet zegt: ik ben boos, maar ik voel boosheid, dat is al een ongelooflijk onderscheid. Als ik boos ben, ben ik geïdentificeerd met mijn emotie. Als ik zeg: ik voel boosheid opkomen, dus ik moet even een pauze nemen, nu ben ik proactief. Nu ga ik bewust met mijn emotie om. En om mijn boosheid te uiten, moet ik leren in de ik-vorm spreken. Dan moet ik niet zeggen: jij bent een eikel, maar ik voel mij ongemakkelijk als je dat zo zegt ja, tegen mij. Ja, ja, ja. Ja? Maar als je dat nooit leert. Dat soort, dat soort opleidingen missen wij. Emotionele intelligentie is nog altijd niet deel van het curriculum. Ja, eigenlijk is dat te gek voor woorden. Er zijn gelukkig nu wel initiatieven. Dus ik, misschien zijn een aantal mensen nu aan het denken: van ja, ik weet wel mensen die daar wel mee bezig zijn. Zoals de gelukskoffer bijvoorbeeld. Heb je ooit gehoord van de gelukskoffer? Nee. Nou, een geweldig initiatief in Nederland. Ja. Om dus emotionele intelligentie in scholen te brengen. En Geweldig, dat, ja. Ja, dat mooi. is zo mooi. De gelukskoffer.nl, daar oh. moeten mensen eens naar gaan kijken. Ja. Oh, leuk. Ook heel leuk om hier op de, op de bank eens uh, ja, over te hebben. Ja, absoluut. Ja, ja, heel ja, ja, heel, ja, heel ja. interessant. Fantastisch, want want wij, want fantastisch wij, initiatief. Wij, ja. ja, want wij identificeren ons dus heel snel met die emoties. Want ja. ik ben bo en jij hebt het gedaan. Ja, ik ben boos en jij bent de schuld. Ja. <laughs> Dat, ja. dat is de reactieve vorm. En proactief betekent: er komt boosheid bij mij boven, ik ben getriggerd, ik moet even wat ja. ademhalen. Want wat is ja. het binnen ja. mij eigenlijk ja. wat dat ja. Van, ja. Ja, dat triggert van emotionele intelligentie is? Ook, we moeten nu even niet verder praten, ik geef even een wandeling maken. Dat is emotionele intelligentie. Ja. Ja. Praktisch toegepast. Ja, mooi. Ja. Ik, neem hem ook, ik neem hem weer mee, Jan. Ja. Ja, we gaan vaker wandelen. Ja. <laughs> ja, toch, ja. Hey, en, uh, toch ook uh, naar hetgeen waar je, waar je nu heel erg uh, mee bezig bent. Met, met, met jeugdtrauma. Ja. Want kun je daar toch even iets over vertellen? Hoe, hoe dit zo ontstaan is en waarom... Ja. Ja, waarom je hier nu. Nou, uh, ja, het begint altijd beetje... met mijn eigen leven, want ik doe onderzoek voor mezelf en dan deel ja. ik wat ik gevonden heb. Zo werkt dat. Ja, precies, ja. je eigen, je eigen coach, het... je eigen ervaringsdeskundige. Ja, dat ja. is uh, de liefde voor jezelf. Daar begint het allemaal. Dus een van de indicaties van jeugdtrauma, dat heb ik zelf moeten ontdekken. Is dat je allerlei therapieën en oefeningen doet, en toch verandert je leven niet. Mm -hmm omdat je niet bij de basisoorzaak komt. En de basisoorzaak, dat heb ik ook voor mezelf moeten ontdekken. Dat is ook een heel verhaal hoe ik in trauma geïnteresseerd ben. Dus ik weet niet waar ik nu moet beginnen. Uh, of ik meteen naar jeugdtrauma ga. Dus ik ga het even doen van waar het voor mij begonnen is. Ja? Dus op een bepaald moment uh, werd ik uh, bewust van, van het Hartmat Instituut. Ben je bekend mee? Het Hartmat Instituut. Dus waar je leert. Om, om je hartenergie te beheren. Mooi. En daar is dus een heel feedback systeem voor, waar je dus op het scherm kunt zien wat er met je, met je hartenergie gebeurt. En uh, dus dat heet coherentie. Is wanneer je in je hart open is, is je energie coherent. En dan heb je dus een hele vloeiende mooie lijn op het scherm. Ja. Ja, en wanneer je energie incoherent is, heb je scherpe pieken en dalen en een nauwe band. Dus dat is even een korte, een korte versie daarvan. Dus ik doe die, die tweedaagse workshop van Hardmat. En iedereen zit daar heel blij te kijken naar hoe ze door te ademen coherent worden. En ik kan een hele dag ademen, ik word niet coherent. <laughs> dus ik dacht, wat is dit? En, en, en dus de, de coach zei, ja, dat betekent dat jij veel te veel vries hebt. Ik dus zei, vries, wat is dat dan? <laughs> daar had ik ook nog nooit van gehoord. Nee. Dus uh, ik had gewoon zoveel harte pijn dat, mm. dat ik mijn hart niet kon openen. En dat gaat dan terug, dat is dan mijn levensverhaal. Dat ik, toen ik 25 was, is mijn beste vriend overleden. En da daar heb ik nu af en toe nog dat ik daar dingen van vind in mijn lijf. Oh, is, hoe heftig zo'n trauma is. Dus we, het was tweede kerstdag. En, en we hadden dus de hele avond hadden we samen doorgebracht. En de volgende ochtend staat zijn weduwe aan mijn deur. Dus je hebt nooit de kans gehad om afscheid te nemen. Dus ik klapte helemaal in elkaar. Zo. Dus dan heb ik zo'n freeze meegemaakt. Ik ben zes jaar van de kaart geweest. En een freeze, Jan, toch voor mij? Kort dat, gehoord, dat, dat je helemaal bevriest. Ja. En, 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 en wat, wat gebeurt er in zo'n freeze dan? Is dat dan ja. ineens dat emoties blokkeren? Of nou ja, het is een heel proces. Het is ook een chemisch proces. Waar je een soort, we hebben innerlijke verdovingsmiddelen. Autogene opioïden. Dat, dus we, ons lichaam kan ons, onze pijn verdoven. En dus de heftige pijn die ik voelde was veel te groot. Dus mijn hele systeem ging in lockdown. Ja. En uh, dat was zo heftig dat ik dus echt een implosie had meegemaakt. En dus er zat een geweldige muur bovenop mijn hart, omdat ik die pijn niet, niet, niet wilde voelen. Die pijn, ja, Ik had nooit afscheid kunnen nemen. Het was zo onverwachts. Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Dus meestal. Is die hele vries is een cyclus. Het begint met de schrikreflex. Dat is een lichte bevriezing, waardoor je dus even je adem inhoudt en kijkt wat is hier aan de hand. Dat is de schrikreflex. Maar als dat verder gaat en je wordt overweldigd, dan, dan kun je dus in totale bevriezing gaan. Net zoals dieren die in een soort dode staat gaan en alles uitzetten. Dus wat gebeurt er in ons lichaam, is dat het bloed weggetrokken wordt uit je, uit je kern. Dus je, al je innerlijke organen. Daar wordt bloed van genomen om naar je armen en benen te gaan om te kunnen vechten. Zo. En als je niet kunt vechten en vluchten, dan bevriest dus ook die, die hele staat van je ingewanden die te weinig bloed hebben en je armen die onder spanning staan. Dat wordt dus bevroren in de volgende fase. Dus als ik niet kan vechten en vluchten, dan moet ik in de vries gaan. Dus die hele staat van verwarring en chaos die wordt tot non-actief gezet, maar die verdwijnt niet. Dus bij mij was dat zo heftig dat ik het dus bijna bezwijmde. Want dat, dat het is dus ook een vorm van, van bevriezen, is dat je bezwijmt om de pijn niet meer te voelen. Dus ik, ik was bijna bezwijmd, Helemaal in lockdown. En ik kreeg daar ook geen begeleiding bij. Want ja, ik was gewoon van de kaart. Ja. Ja, dus later in, in die workshop bij, bij Harmat kwam dat naar boven dat mijn hart dus helemaal dicht zat en dat ik daar niet bij kon. Hey. En toen, nee. en, toen, en toen ben je eigenlijk in onderzoek gegaan? En dan maar... ben ik mij gaan interesseren aan het onderwerp trauma. Dat is ja, meer dan tien jaar geleden, zolang ben ik daar al mee bezig. Ja. ja. Maar wat, wat, wat gebeurt er dan, Jan? Ik vind het een heel interessant uh, onderwerp. Wat, wat, wat gebeurt er dus inderdaad als we dus daar niks mee doen en daar geen begeleiding in hebben in die trauma's? Of dat zo'n heftige... Ja, dan ben je een groot deel van jezelf kwijt. Ja. En dat is dus wat in, de, in, de, in, de, in het shamanisme heet trauma soul retrieval. Dus iedere keer dat je bevriest, ben je een deel van, je, van jezelf kwijt wat niet meer beschikbaar is voor creatie. Dus dan als je veel trauma hebt, dan kun je niet meer creatief leven. Dan leef je en ga je door de bewegingen. Ja, en zo heb ik dus geleefd. Het, het heeft op een bepaald moment, is het voor mij duidelijk geworden, hoe gedissocieerd ik was. Dus, en toch functioneer ik. Is, is dat pijnlijk voor jou ook, Jan? Omdat dan... Om dat te ontdekken, ja. ja. Dus ik leefde heel erg in mijn hoofd. En soms zei je me dat tegen mij. Ik dacht van wat denk jij toch? <laughs> ja, ik, ja, ik was behoorlijk sterk in mijn hoofd. Dus en ik kon ook functioneren vanuit mijn hoofd. Maar je kan niet gelukkig zijn als je niet in je leven bent. Dus dat... Uh... Ja, dit, is, dit is een mooie, Jan. Jij zegt dus eigenlijk, ja. je kan niet gelukkig zijn als je alleen in je hoofd bent. Ja, nee. Want dan zit je altijd in de oordeelsfunctie. Dat je, om te overleven, moet je oordelen. En om in verbinding te gaan, moet je stoppen met oordelen. Dus als ik allerlei oordelen heb over de wereld, koppel ik los van de wereld. Op een bepaald moment is de wereld zoals die is en dan kan ik er verbinding mee maken. Maar als ik de wereld alleen maar shit vind, dan wil ik hier niet meer zijn. En dat is waar veel mensen zijn. Die voelen zich helemaal een heimlich in de wereld. Ik, weet, ik hoor niet bij de wereld. Ik, en, ja, <coughs> hoe kun je dan een creatief leven hebben? Hoe kun je dan relaties hebben? Dus het begint allemaal innerlijk dat wij uit verbinding gaan. En verbinding maak je vanuit het hart en vanuit de buik. En we gaan uit verbinding in het hoofd. Ja? Dus als je in je hoofd leeft, kun je niet verbinden. Dus ik zeg altijd: Je kunt je niet verbonden denken. Je kunt je alleen maar verbonden voelen. Mooi. Ja? Dus dat hele onderwerp van emoties en gevoelens. Ja, dat is zo vitaal belangrijk dat je daar voor jezelf wat over leert. Ja. En ook het verschil tussen emoties en gevoelens. Ja, als ik nu begin, dan hou ik niet meer op. Ja, nee, mooi. Ik vind het mooi. Ik hang aan je lippen. Ja. Ja, en, maar dus ook, ben je dus naar dat, echt weer naar dat trauma toegegaan of zo? Of hoe... Ja, dus ik, ik heb ook hulp gezocht. En, 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 en dat is dan het tweede hoofdstuk Dat ik allerlei therapievormen gedaan heb. En ik werd toch in veel gevallen niet beter zoals ik dat ik zou zeggen dat je echt in je plooi valt en dat je rustig wordt. Dus ik had sinds, sinds mijn kindertijd had ik al slaapproblemen. En dat verbetert natuurlijk niet door trauma's later in het leven. En dus, ja, op een bepaald moment ben ik het zelf het hele onderwerp gaan, gaan uitpluizen. omdat ik zoveel therapieuren had en dat ik toch niet vond dat mijn leven verbeterd was. Nee. En dan ben ik dus op het onderwerp ontwikkelingstrauma gekomen. En dat is een heel ander onderwerp dan andere traumas. En het is het minst bekende en het meest aanwezige in de maatschappij. Ontwikkelingstrauma. Meer dan 60% van de mensen heeft ontwikkelingstrauma. En hey, hey, wat bedoel je dan precies met ontwikkelingstrauma? Ontwikkelingstrauma wordt dus meestal gezien als in de eerste vijf levensjaren. Dus vanaf de conceptie tot je vijfde, dat is de ontwikkelingsfase. En in die periode groeien je hersenen meer dan de rest van je leven. Dus als je geboren wordt, is je zenuwstelsel niet af. Dus je zenuwstelsel ontwikkelt verder in de relatie tot de omgeving. Dus vooral de primaire zorgverleners. Ja. Dus en als die relatie verstoord wordt, dan wordt je zenuwontwikkeling verstoord. Dus je kan je hersenontwikkeling... Dus 80% van de hersenontwikkeling gebeurt in de eerste... Twee, drie jaar. Wow. Dus een kind van twee heeft dubbel zoveel hersenverbindingen dan een volwassene. Omdat je als kind moet je zoveel op korte termijn leren. Dus we hebben heel veel hersenverbindingen en die worden later afgebouwd. Maar in het begin heb je dus veel meer dan je nodig hebt, omdat je heel snel moet leren. Als kind worden wij hulpeloos geboren, dus we moeten heel veel leren: we moeten leren lopen, we moeten leren praten enzovoort. Dus die, die hersenen die evolueren in relatie tot de omgeving. En dus ontwikkelingstrauma is dat er iets gebeurd is in je omgeving, waardoor je, je neurologische ontwikkeling verstoord geweest is. En waardoor je dus moeite hebt om te verbinden. En nou, dat is een, een groot onderwerp waar we nu over beginnen. Dus de, het zenuwstelsel... Dat is het, het verhaal van de polyvagale theorie. Heb je daar ooit al wat van gehoord? Ik vind dat, Jan, je vertelt me zoveel dingen vandaag. <laughs> ja, dus polyvagaal betekent meer dan één vagus. En, en de vagus is dus één van onze twaalf hersenzenuwen. Dus ik ga even kort iets vertellen over het zenuwstelsel. We hebben een centraal zenuwstelsel, dat is de hersenen en het ruggenmerg. Al de rest heet het perifere zenuwstelsel. Dus bijna alle zenuwen zijn perifeer. En dus in je lichaam zit vol met zenuwen. Dat is een communicatiesysteem. Ja? Dus je, je, 80% van alle informatie in je lichaam stroomt opwaarts naar de hersenen, vanuit je zintuigen. En je, 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 je zenuwstelsel pakt dingen op uit de omgeving bijvoorbeeld. Dus als er constant slecht nieuws is, weet je zenuwstelsel weet dat. En je zenuwstelsel gaat daardoor ook meer waakzaam worden. Zo van ik leef in een onveilige wereld. Dus dat zenuwstelsel groeit in het begin, je wordt geboren met een onaf zenuwstelsel en dus het zenuwstelsel groeit in, in relatie. Ja? En dat stuk is, is pas heel laat ontdekt door iemand die heet Stephen Porges, die deed dus veel onderzoek met kinderen en hij stelde dus vast... De theorie toen was: je hebt een sympathisch zenuwstelsel en een parasympathisch zenuwstelsel. Dat zijn dus de twee afdelingen van het autonome zenuwstelsel. Dus je hebt je centrale zenuwstelsel en dan heb je het autonome zenuwstelsel, waar je dus niet direct invloed op hebt, tenzij je een yogi bent. Mm -hmm. ja? Dus dat, dat parasympathische zenuwstelsel dat, dat werd dus gezien als, of het autonome tenminste, als twee delen: sympathisch en parasympathisch. Sympathisch is het gaspedaal. Parasympathisch is afremmen. Ja? En dus het gaat zo dat als ik een prikkel heb, dan ga ik in de sympathische modus. Dan moet ik vechten en vluchten. Ja? En als de prikkel voorbij is, dan zorgt het parasympathische dat ik weer tot rust kom. Dat mijn ademhaling vertaagt, dat mijn bloed weer naar mijn organen kan gaan enzovoort. Dus de hele gedachte was, je hebt de, de stimulering en dan de desactivering door het parasympathische en dus, wat stelde Steven Porges vast bij zijn onderzoek van kinderen, is dat wanneer de prikkel voorbij is, zijn er sommige mensen die wel terug in ruststand komen en andere niet. En hij vroeg zich af: wat is het regulerende deel wat bij die mensen ontbreekt? Ja. En dan is hij dus dat zenuwstelsel gaan herbekijken en heeft hij dus een nieuwe tak van het zenuwstelsel gevonden. Wow. En dat is dus uit 1992 of zo. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee. Heeft dus ontdekt dat het parasympathische zenuwcel twee afdelingen heeft. En dus de, de voornaamste zenuw in dat verhaal is de, bekend als de vagus. En vagus, dat komt van het Latijn Vagari, dat betekent zwerven. Dus de vagus wordt ook de zwervende hersenzenuw genoemd. Mm. Dus we hebben twaalf hersenzenuwen, maar er is maar eentje die in het lichaam gaat. Ja. En dat is de vagus. Ja? En wat hij dus ontdekt heeft, is dat die vagus een oude tak heeft en een nieuwe tak. Hij heeft Die oude tak heeft hij de dorsale vagus genoemd. Die ontstaat aan de achterkant van de hersenstam en die regelt al je organen. Dus dat is het alze systeem. Dus je, je spijsvertering wordt daardoor geregeld, je bloeddruk, je, je ademhaling, je hartslag. Dat is allemaal het automatisme van de, van de dorsale vagus. En dan heeft hij dus ontdekt dat er een nieuwe tak is die van het hart naar het gezicht gaat. En dat, dat heeft hij de ventrale vagus genoemd. Ja? En die ventrale vagus is een recentere ont ontwikkeling van wanneer we als mensen in groepen gaan leven zijn. Mm. Dat je dus een systeem moest hebben om te kunnen waarnemen wie is vriend en wie is vijand. <kwijls> ja. Dus en het zenuwstelsel heeft dus een vermogen ontwikkeld wat hij neuroceptie gedoopt heeft. Waardoor het zenuwstelsel eigenlijk signalen van veiligheid en onveiligheid oppakt. Ja. Dat heet neuroceptie. En neuroceptie hangt af van dit zenuwstelsel: ja? de ventrale vagus. Wat is nu anders in de ventrale vagus dan in de dorsale vagus? Hou mij tegen als ik te veel vertel. Nee, even... Dus de ventrale vagus is gemieliniseerd. En myeline is een soort vetachtige stof die een isolatiemateriaal is. Dus tussen twee zenuwen heb je de axonen, de zenuwuiteinden. Als die axonen myeline hebben, dan hebben ze minder energieverlies. Want dat is een isolatiemateriaal, waardoor de, de signalen sneller van cel tot cel gaan. Dus dat nieuwe systeem werkt veel sneller dan het oude systeem. En waarom is dat belangrijk? Dus wanneer ik boos word, dat ik niet meteen op je gezicht ga slaan. Mm. Dus in sociale relaties moet ik een reguleringssysteem hebben. Ja. En de evolutie heeft dat dus gecreëerd voor ons met die ventrale vagus. Die is zo snel dat ik dus kan beslissen om die boosheid niet te laten uiten in gedrag. Okay, ja. En daarom heeft hij dat systeem het sociale betrokkenheidssysteem genoemd. Ja, Waardoor wij dus in sociale relaties niet constant vechten. Want als je getriggerd wordt, ga je in vechtmodus. Ja, ja, ja. Ja? Dus die, dat is dus eigenlijk het regulerende systeem om het reactieve uit te stellen. Dus een voorname functie van de ventrale vagus is dat je niet meteen in vecht- en vluchtmodus gaat en nog niet in bevriesmodus, maar dat je de ruimte hebt om verbinding te maken met je voorste hersenen. Ja, dus die ventrale vagus is van het hart naar het gezicht, maar relateert ook met de voorste hersenen, de nieuwste hersenen. Hier redeneren wij. Dus zodra we in stressmodus gaan, gaat het bloed achteruit naar de oude hersenen. Dus om, om te redeneren moet je hiermee verbinding kunnen maken. Ja. Maar als ja. deze zenuw niet goed ontwikkeld is, nee. blijf je in de reactieve modus. Ja. En dat is dus wat ontwikkelingstrauma doet, is dat deze verbinding. Niet genoeg heeft kunnen groeien. Ah, ja. En dan ben je dus veel sneller reactief, ja. want dat reguleringsmechanisme is er niet. Dus en, 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 en vaak mensen die, die vroeg trauma hebben, die gaan niet meteen in de aanval, die gaan, die gaan naar binnen. Mm. Want als kind kun je niet vechten en vluchten. Mm. Dus wat leer je als kind is om naar binnen te vluchten. Dus je, in plaats van in verbinding te gaan, ga je uit verbinding. Maar het probleem is dat je uit verbinding opgroeit. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en, je... en wat voor sporen laat dat dan na, Jan? Dat... Ja, dan word je dus functioneel met een, met een heel stuk verlies van vermogen. Ja. En uh, Pieter Levin noemt dat functional freeze. Dus je hebt een heel stuk wat niet beschikbaar is, maar je leert toch functioneren. En wat betekent dat dat alles moeite kost? En veel mensen herkennen dat. Dat de dingen dus altijd moeite kosten. Terwijl onze normale staat is moeiteloosheid. Is waar het leven door je heen stroomt als een flauw. En als die stroom verstoord is, dan heb je moeite. Dus het feit dat er mensen zijn die altijd moe blijven, dat is meestal een teken van, van ontwikkelingstrauma. Is dat omdat je je parasympathisch systeem heb je nodig om te recupereren. Dus dat, dat woord, in het Engels heb je twee stappen in het Parasympathisch, rest and digest. Dus om te verteren moet je rustig zijn. Als je opgewonden bent, heb je spijsverteringsproblemen, waarschijnlijk herken je dat. Ja. Ja? Dus je hebt rest and digest, maar dan als je nog dieper ontspant, heb je heal and restore. Dus om te helen, moet je kunnen ontspannen. En als je dus je hele leven in, in spanning blijft leven, heb je ook helingsproblemen. Dus je mm. immuunsysteem is ook verstoord. Ja. Dus en een van de tekenen is dat je bijvoorbeeld een verkoudheid hebt die heel traag geneest. Ja. Dat betekent dat je immuunsysteem niet functioneert zoals het zou moeten functioneren. Mm. Dat wonden langer duren om te helen, dat soort zaken. Ja. 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 Hoe dus het is... allemaal weer met elkaar verbonden is. Ja, en Oplopen. het is zo interessant om je eigen zenuwstelsel te leren kennen. Ja. Zie, het probleem waarom mensen naar autoriteiten lopen... is dat ze hun eigen lijf niet kennen. Wow. Dus een van, de, van mijn missies is om mensen te helpen... om hun eigen zenuwstelsel te begrijpen. En dan... Omdat ze dan beter hun... Da dan kun je aan zelfregulering doen. Exact, ja. Dus het punt is, trauma dereguleert. Ja? <coughs> dus ons, ons systeem is zelfregulerend... Maar trauma verstoort de zelfregulering, de flauw. Ja. De flauw is, is het spontane functioneren. Ja? Trauma zorgt ervoor dat je zelfregulering verstoord is, om, <kugt> omdat het regulerende systeem verstoord is. Ja? Dus het, het hele punt is dat regulering het herstellen is van het zelfregulerende systeem. Ja. Ja? Je moet dus eigenlijk je systeem bevrijden. Mm. En om te reguleren moet je het systeem snappen. En bijvoorbeeld leren hoe ademhaling je zenuwstelsel kan veranderen. Ja? Dus het is allemaal heel praktisch. Eén keer je de gebruiksaanwijzing weet, kun je er iets aan doen. Maar als je niks weet, dan loop je naar de dokter. En, dan, en, en de dokter schrijft jou, wat voor. Zeggen, en je lost niks op. Ja, en je lost niks op en je blijft maar in jouw. Uh... Ja, en dat is dus waar heel veel mensen zitten, is dat ze nooit naar de oorzaken gaan, maar dat ze altijd maar symptomen behandelen en dat ook veel therapievormen niet lichaamsgericht zijn dus Piet, Pieter Levine is dus echt de echte grootvader van traumatherapie en zijn definitie van trauma is alles wat onverwerkt is in het zenuwstelsel is een hele simpele definitie, maar het is een hele kernachtige belangrijke dus zolang iets onverwerkt is, verstoort het de zelfregulering dus en wat je door traumaheling leert, is om de zelfregulering te herstellen. Mm. En je doet dat door zelfregulerend te zijn, maar daarvoor moet je de voorste hersenen gebruiken, want dit is ons bewustzijnscentrum in de hersenen. Dus ik moet kunnen waarnemen en keuzes maken in plaats van mijn patronen te laten. Van meer opnemen. vanuit je helikopter kunnen kijken. Ja. Dus je in moet, plaats van er middenin zitten. Ja. En om te kunnen kiezen, mag je niet in je oude hersenen zitten, want die reageren. Zo, ja. Ja. Dus het systeem leren kennen, daar begint het dus mee. Het is een heel educatief stuk. Ja. Wauw. Ja. En wat, is, wat, wat, wat geef je dan vooral dus mee, dan? Misschien, een, ik hoef niet hele helemaal uit te leggen, maar wat. Ja. Nee, dat, dat, dat ja. Ja. Dan zal dan het ook toch niet lukken. Mee, misschien toch een type van de sluier, dat je mensen ja. toch misschien. Ja. Je, wat, 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 ze, wat ze toch van jou meekrijgen. Ja. Dus in ieder geval dat je leert zien hoe je lichaam functioneert. Hm. En dat je de dus symptomen leert begrijpen, waar die vandaan komen, in plaats van meteen pijnstillers te nemen, om ja. maar eens wat te zeggen. Ja. Ja? Dus bijvoorbeeld, ik ga een klein dingetje vertellen. Je hebt in het perifere zenuwcel, heb je twee soorten zenuwen. Je hebt sensorische zenuwen en motorische zenuwen. De sensorische sturen alle informatie naar de hersenen. En de hersenen activeren dan de motorische om correcties uit te voeren. En die motorische zijn niet alleen maar je spieren, maar ook je organen. Dus bijvoorbeeld, je maag wordt aangezet om een stof vrij te maken waardoor je verteert. Dus er gaat communicatie naar de hersenen en de hersenen sturen de regulering terug. Ja? Dus als je dat één keer weet hoe dat werkt, kun je dus je hersenen helpen om die regulering te herstellen, omdat je de stroom herstelt. Ja. Ja? Dus als ik verdoofd ben, dan kunnen mijn hersenen de informatie niet meer ontvangen van hoe ze moeten reguleren. Ja? Dus je, je herstelt de stroom waardoor de hersenen de zelfregulering kunnen herstellen. Maar dat is die sensorische, dat betekent dat je weer moet leren voelen mm. daar waar je nu niet voelt. Mm. Dus het hele systeem is om ook weer in je lichaam. Te gaan en te leren dieper voelen. En daar zijn dus oefeningen voor. Maar wat zijn we eigenlijk een maatschappij, Jan, de, die, die, is, die dus helemaal niet meer in contact is met onszelf? Nee, en met ons lijf in eerste met instantie. Met ons lijf. Ja. En ik ga je een voorbeeld geven wat ik van mijn leraar Berry Long geleerd heb. Die zei: Mensen kunnen meestal niet meer de energie voelen in hun lijf, want ze zitten in hun hoofd. Maar er zijn twee plekken waar iedereen nog kan voelen: en dat zijn de lippen en de handen. Dus als je je ogen dicht doet. En je richt je aandacht op je lippen, daar kun je energie voelen. Mm. Doe eens, doe daar eens. Mm -hmm. Kun je iets voelen in je lippen? Ja. Zie, je, dat wat je in je lippen voelt, moet je eigenlijk in je hele lijf kunnen. Dat heet interoceptie. Mm. Dat je tot in je tenen kunt voelen. Maar naarmate je meer traumas hebt, zijn er hele stukken van je lijf die precies verdwenen zijn. Zo. So. Daar kun je niet meer voelen. Nee. Hey, huh? Wow. Dat dien je dus te herstellen. Dat, en er zijn dus oefeningen voor om te leren dieper in je lijf voelen. Het andere stuk is de invloed van de ademhaling op je zenuwstelsel. En er is nog een ander stuk, en dan, dat zijn hele korte samenvattingen. Ja. Maar elk orgaan en elke zenuw ligt in fascia, windweefsel. Ja. En fascia bestaat voor 80% uit water. En dat is dus het stuk wat de traditionele wetenschap helemaal mist, want die snijden dus een lijk open. En, en die fascia is dan uitgedroogd. Dus het, de essentie van de fascia is dat water. Maar als je dus uit een lijk fascia snijdt en onder de microscoop legt. dan ben je dus het hele levende stuk van de fascia kwijt. Dan zie je alleen nog maar de structuur, maar niet meer de dynamiek van het water. Ja? En dus wanneer, wanneer wij gestrest zijn, dat wordt, dan wordt het water, dan heb je constrictie. en dan wordt het vocht uit het bindweefsel geduwd. En je bindweefsel heeft dat vocht nodig om verbinding te maken, want dat is heel geleidend vocht. Dus ik kan dat vergelijken met een spons. Wanneer een spons droog is, dan, dan herstelt ze haar vorm niet. Wanneer ze nat is, gaat ze naar haar oude vorm terug. Dus overal waar wij scheef gegroeid zijn, daar is gebrek aan vocht in de fascia. Maar dus ook je zenuwen zitten gekneld als de fascia gekneld zit. Dus je kan dus ook een heel soort. Oefeningen leren doen om het herstellen. bindweefsel te herstellen. Wow. En je kan bindweefseltherapie, fasciatherapie, is dus een hele relevante vorm voor traumaheling, omdat je daarmee de zenuwkanalen ook weer kunt bevrijden. Zo. Dus ja, ik kan uren. Wat een, doorgaan. wat een kennis, Jan. We kunnen uren doorgaan. Ik zat ja. ook na te denken ook over, ook over het collectief. Is, is, is er ook een collectief trauma eigenlijk? Absoluut. Ja. 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 Ja, er is de, de laatste tijd, ik ben zijn naam vergeten, van iemand die daar heel veel mee bezig is met collectief trauma. En die daar heel veel online programma's over doet. Dat wij ook door onszelf te helen het collectief helen. Mooi. Dat is ook een heel belangrijk stuk. Ja, ik ben van nature, niet van nature, maar ik ben ook een beetje een Taoïst. Uh, en in, in het Taoïsme leer je dat soort dingen, dat je dus eigenlijk je eigen transformatie bijdraagt aan de transformatie van het collectief. En dat is zo mooi eigenlijk in deze ja. tijd, want, ja. want, want dan ja. zou er ook een mooiere wereld dus creëren. Absoluut. Ja. De, de, de Pythagoras, nee, niet Pythagoras, Heraclitos die zei, het, het onbewuste is collectief, het ontwaken is individueel. Mm. En dus. Iedere keer dat een individu ontwaakt, wordt het collectief een stukje bewuster. Dus door jouw eigen transformatie, transformeer je de wereld, zegt Laotze. Dus je grootste geschenk aan de wereld is je eigen heling. Prachtig. Het is eigenlijk. iets om bij stil te staan. Ja, ik vind hem, dat, ja. hij, hij komt bij mij ook binnen. Ja, ja. mooi. En ook voor de generaties. Hè. Dus je hebt dus ook epigenetisch trauma, dat wij onze trauma's doorgeven tot we ze bij onszelf helen en daar heb ik dus ook wel een strijd mee gehad bij mezelf als ik zie dat ik oorspronkelijk als ouder ook ja, heel veel voorpas gemaakt heb dat, en, maar je weet het je weet het niet beter en mijn ouders wisten ook niet beter. Nee, je bedoelt richting mijn je ouders waren ook heel getraumatiseerde mensen. die hebben de, die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en die leven ook. Die waren in een tijd waar opvoedingsmethodes waren in de zin van wie de route spaart, bemint zijn kind niet. <laughs> dat dat ja. soort opvoedingsmethodes. Oh, wow. En kinderen laten huilen, dat soort onzin. Dat is. Uh, ja. ja. Goh, dus, maar, maar, maar dus eigenlijk ligt de sleutel, Jan. Uh, als wij een mooiere wereld willen creëren met elkaar, hè, wat, wat we dan wel eens zeggen hier bij Univibes, ja. dan ligt de sleutel dus bij onze eigen heling. Bij onszelf en de kinderen hè? Ja. De kinderen zijn de toekomst van de maatschappij. Als wij onze kinderen anders opvoeden, dat heet trauma-informed care. Dat zou moeten in de opvoeding zijn en ook in de, in de, in de zorg. Is dat trauma's deel worden van de redenering? In de, in de oude redenering, wanneer een kind lastig is, is het kind een probleem. Ja, ik snap. Ja. Maar het is een getraumatiseerd kind, wat heel veel geduld en liefde nodig heeft. Maar het beste is natuurlijk preventief. Is dat ouders leren om, om anders met, met hun kinderen om te gaan, dat je dus ook een soort opleiding voor ouders zou moeten hebben. Ja, maar echt. Echt waar? Ja, ja. Wat zou je mee willen geven aan ouders? Ook, uh, ook, ook ik. Ja, nou ja, uiteindelijk is er niks wat liefde kan vervangen. En, en liefde is een abstract begrip dat je het gaat vertalen in woorden zoals geduld en, en respect en verbinding. In verbinding zijn en, en dus ja, in eerste instantie aan je eigen heling werken. Dat is het voornaamste, dat is voor ja. ouders. Ja. In de homeopathie behandelt men de kinderen via de ouders. Ja. Als een baby ja, dat nerveus dat... is, dan ge de geeft een homeopaat iets aan, aan de moeder, ja. wow. want die verbinding is daar nog altijd. Het is, ja, het is zo'n fascinerend onderwerp. Het is, ja, het is zo fascinerend inderdaad, in plaats van te kijken van... ...oh, het kind is lastig ja. en oh, die heeft allemaal ja. problemen. Het kijken, hé, hey, wat ja. is daar eigenlijk ja. binnen, binnen die ouders aan de hand? Ja, in de, in de traumawereld is een heel belangrijk principe... ...of althans uit trauma-informed care komt het principe van... ...niet wat is er fout met mij, maar wat is er gebeurd met mij? Hmm. En heel veel mensen hebben het gevoel dat er iets fout met hen is... Ja, maar dan kom je dus ook op het, uh, op het zelf, uh, nou om het zeg maar zeggen, zelfstraffen ja, allemaal... en zo. Een zelfwaarde, zelfbeeld. Exact. Ja. Terwijl je dus eigenlijk mag gaan kijken naar, hé, hey... wat is er met mij gebeurd? Precies. En dat het in de meeste gevallen niet kwaadaardig is, omdat, maar dat de ouders en het systeem er ook niet beter wist. wisten. Er is natuurlijk ook kwaad, hè. Er, wordt, ja. er zijn ook kinderen die misbruikt worden en ja. er is kindermishandeling. Maar het grootste deel van de trauma's komt. Onvrijwillig door onvrijwillige verwaarlozing. Dat ouders zelf niet genoeg beschikbaar zijn om de emotionele behoeften van het kind in te vullen. En het is pijnlijk, maar we leven in een maatschappij waar heel veel ongeheeld lijden is. Zo. Ja. En dat gaat dus van generatie op generatie, tot iemand stopt en zegt: van Nu ga ik het in mezelf oplossen en ik geef het niet meer door. Ja. We zijn daar nog niet. Nee, maar we, we zijn er nog niet. Maar we zijn het aan, het, aan het gaan in die We land. zijn uh, misschien in een. Er is, is een, een groep mensen hier? die daar heel erg mee bezig is. En je hebt misschien nog gehoord dat 1% van de mensen de wereld kan transformeren. Dus je hoeft niet iedereen mee te hebben. Mooi, Jan. Ja, je dat kan, vind ik dat heel mooi Je kan het veld beïnvloeden via de individuen. En dat is, dat is waarom ik optimistisch blijf in deze wereld. Vind ik vind het mooi wat je zegt, want ja. ik, dat, dat, heel mooi misschien de laatste woorden om, om hmm. dit fantastische gesprek uh, mee af te ronden. Dus jij zegt ook, want ik heb het ook wel, als dat ik na, de, naar de wereld om me heen kijk, dat je, je mina, als al deze mensen, dat is toch een hele... Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk dat om, 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 ja. om dus die transformatie te kunnen stuwen. Je hebt maar een minderheid nodig. Je hebt een minderheid nodig. Ja. Dat het, het dan wat verandert in het veld of zo. Ja, het veld kan veranderd worden via de individuen. Maar dus ook groepen die bij elkaar komen, gemeenschappen, tribes. Dus op een bepaald moment vind je je tribe. Ja? Hoe dus zouden we dat, Jan? dat vind ik een je, hele. Mond. Je hebt vibe, hè? Je, de, de tribe heeft je vibe. Ja, univibes. Ja, met ja. ons platform ook. Dus de, je, er zijn mensen met wie je samen trilt, dat is ja. coherentie in de relatie. En naarmate er dus meer en meer gemeente, uh, bewuste groepen komen... kun je dat proces van collectief ontwaken versnellen. Mooi, Jan. Dus dat is... Daar ja. word ik helemaal weer blij van. En, ja, dat, dat, dat is ook jouw missie. Ja, ja, precies. Dat ja. is helemaal wat ja. ik ook weer, nu ja. weer helemaal voel. Ja. Ook mijn vraag is dus aan jou. Hoe, hoe zouden we dus dat um, nou kunnen versnellen? Dus, 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 dat, dus dat samenkomen eigenlijk dus is heel ja, ontzettend belangrijk. Dat er dus inderdaad bewuste groepen zijn die elkaar helpen om om te helen ja en daarom is het ook zo belangrijk dat mensen leren over hun eigen lijf en hun eigen wondes, eigen wonden dat je elkaar kunt ondersteunen ook daarin een van een van de lessen in mijn in mijn training heet hulpbronnen ja dus de in verbinding heel je veel sneller dan alleen Vandaar bijvoorbeeld dat er ook mensen zijn die, die niet meer echt kunnen verbinden met mensen, maar als ze een huisdier nemen, beginnen ze te helen. Omdat die relatie met, met dat huisdier is zo onvoorwaardelijk is dat je systeem be begint te helen, juist omdat je verbinding ervaart. Dus bij die hulpbronnen zit vriendschap. Dus als je helemaal geïsoleerd bent, dan zeg ik: ga bij een koor aansluiten. Of, of doe een yogaklas, Leer mensen kennen. En plots begint je energie te veranderen. Maar dit is zo mooi, Jan. Want ja. inderdaad, heel veel mensen voelen zich ook wel eens alleen in deze ja, tijd. Ja, het is zo alleen. Als je, als, je, yeah. als je geen tribe hebt, dan is het echt om, om niet meer uit je bed te komen. Nou dus een, het is een tip inderdaad voor al die mensen die dus nu ja. ook worstelen of die aan het Zoek waken zijn. Zoek verbinding. Zoek verbinding. Ja, ja. En ik denk dus echt. En, en dat is een hele sterke uitspraak: dat we naar een soort parallele maatschappij gaan. van mensen die dit soort onderwerpen begrijpen en elkaar ondersteunen. Ja. En dat deze groep, dat hoeft maar 10 of 20 procent te zijn, de wereld zal redden. Daar ben ik dus absoluut van overtuigd. Er is geen haar op mijn hoofd dat daarop twijfelt. En ik heb niet meer zoveel haar. Maar, <laughs> maar ik geloof dat dus heel echt: dat er een groep mensen is die op aarde is om de mensheid te helpen naar de volgende evolutiefase. Ja. Dat voel je heel erg dat we daar. Dat niet... voel ik tot in mijn, tot in mijn botten. Wat een woord, of time to be alive. Ja, om, ja. hier, om hier dus dan te zijn. Echt waar. Zo ja. kijk er dus ook. Ja. Naar. ja, we zijn hier met een reden. Ja. Want om in, in deze wereld te komen moet je wel behoorlijk veel moed hebben. <laughs> <laughs> ja, ja. dat wel. Mag ik nog één iets zeggen? Ja, tuurlijk. Moed is een hartkwaliteit. Er dus, is geen hoofdkwaliteit. Het woord courage dat komt van het latijnse cor, wat hart betekent. Dus moed, moed is het eerste, het eerste niveau van hartgevoelens. Dus een vrede is dan het, het ultieme, het is dat je vrede in je hart kunt kennen. Maar het begint met de moed om het onbekende aan te gaan, om je eigen pijn te benaderen, om, om uh, aan jezelf te werken in plaats van anderen te verwijten. Dat is allemaal een heel moedig proces. En de mensen die de moed niet hebben, die beginnen er niet eens aan. Maar je moet ook moed hebben om het vol te houden. Want het is een lang proces. Ik ben hier al jaren mee bezig. Zo oh ja. Je Druk, moet... De moed moeten we met elkaar dus ook en elkaar ondersteunen, elkaar aanmoedigen. Steunen om, ja. om, om... Ja. Ja. Het is aanmoedig. af en toe wel. Eens, uh... En er zijn momenten. Gaat dat is snel genoeg. Ja. Uh... Dus dat is ook waar vrienden zo belangrijk voor zijn. Als jij niet meer verder kunt, dat er iemand is die je weer, weer kan helpen, recht, rechtop staan, dat is uh, zo belangrijk. Ja. Mooi. En nog een keer, dieren en natuur zijn ook een, een belangrijk stuk van verbinding herstellen met onze eigen natuurlijke aard. Ja. Prachtig Jan. Jeetje, Mino, wat een, wat een ja, het is ontzettend wat. bijzonder gesprek. <laughs> en, en, en ook dat ik nog voel van, jeetje, we kunnen <laughs> nog wel uren, dagen praten. Dus, ja, dus, dus ja. kom vooral... Ja, uh, absoluut, ja, ik kan nog een keer terugkomen. Ja, dat zou ja. ik gek vinden. Ja. Ik heb echt ontzettend genoten Jan. Ik hoop jij ook. Ja, ja, absoluut. Ik, vond ja. Het, uh, heel maar ik vind het ook zo mooi dat jouw missie... Ook in diezelfde richting gaat. Together we create. Ja. Van reactief naar proactief naar creatief. Ja. We moeten de wereld creëren, niet wachten tot iemand het voor ons doet. Bij onszelf, als we dat gaan inzien. Mekaar opzoeken en, opzoeken. en, en samen kunnen we er wel wat aan doen. Alleen is het, ja, je, wordt, je voelt die machteloosheid alleen. Dat... Dat ja, is heel absoluut. Dankjewel, Jan. Okay, my pleasure. Ontzettend bedankt voor je bedankt. <laughs> en ja. kom ja. vooral nog een keer terug. Okay. En uh, jij ontzettend bedankt voor het kijken en luisteren naar uh, deze geweldige uitzending met Jan Bommere. Ik hoop dat je ook net zo genoten hebt als ik. En uh, ja, wil je dus onze stichting steunen. Doe dat alsjeblieft. Want dan kunnen we door blijven gaan met bestaan. En kunnen we dit soort fantastische gesprekken blijven opnemen. Bedankt voor het kijken en uh, het luisteren. En uh, tot volgende week. Ciao, ciao. Hey, we hebben iets ontzettend leuks. Namens Univerius en Jan Bommeren mogen wij een heel mooie kortingscode aanbieden. Jan, kun je misschien kort uitleggen waar jouw cursus over gaat? Nou, moet het kort? Nou. <laughs> ja, nou ja, het gaat natuurlijk over die zelfregulering terugleren, maar dat begint met een educatief stuk om dus het systeem te leren begrijpen, je hele zenuwstelsel. Je waarneming. Uh, het is een opbouw die in een bepaalde volgorde is. en Waardoor je dus ook innerlijke veiligheid creëert. Je grenzen leert herstellen. Het is een, uh, een proces wat heel goed geïngineerd is. Mooi, het is ja. ontzettend boeiend. Ja. En namens Jan en namens Universe mogen wij jou 50 euro korting geven op deze cursus. Dus uh, klik op de link hieronder. En dan wensen wij jou heel veel succes. Zet hem op.